Ja, beste luisteraars. En we gaan verder met het programma. Er zijn al mensen die gebeld hebben om te vragen of wij nog verder gaan met het programma. Dat doen we. Dat gaan we nu doen. En we gaan verder met niemand minder dan Ludwig van Bulier. Ludwig, een goeienacht. Goedenacht, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara. Ik groet u vanuit het warme en toch voor de tijd van het jaar kouder wordende Nijmegen. Want er is mild weer in Nederland met de zomer in aantocht. Maar op sommige momenten kan het tegenvallen. En vandaag was weer na een paar warme dagen een koude avond. Dus we worstelen ons richting zomer. Maar in de wereld is er van alles te doen en daarvoor ben ik. Ik groet in het bijzonder nog alle internationale luisteraars die zich buiten Suriname bevinden in verschillende delen van de wereld. En van tijd tot tijd goede signalen geven dat zij onze omroep kunnen volgen. Nou, daar zijn we blij over. En ik moet u zeggen dat de nieuwsfeiten in Suriname, die gaan ook op een rustig drafje verder. Ik heb toevallig, voordat ik aan de beurt was vanavond, heb ik naar een Surinaamse lokaal radiostation kunnen luisteren. En ik dacht, laat me dat even aangrijpen. Nu er in de wereld, in Amerika met name, een hele consternatie is ontstaan rondom die massamoord van die 18-jarige die met een rifle een hele klas in de Verenigde Staten omver heeft geschoten in de staat Texas. Daar heb ik het de vorige keer over gehad. Maar in Amerika houdt deze wrede daad houdt de gemoederen bezig, maar ook op de Nederlandse televisie zijn er diverse programma's gewijd aan hoe jongeren, en vooral in de kritieke leeftijdsfase, van 10 tot 11 jaar, tot zulke wrede, onbezonnen daden kunnen overgaan. Is er een kortsluiting op die leeftijd? En er wordt algemeen gesteld dat de school vaak in die leeftijdsklasse al op de hoogte is van die probleemjongeren, welke leerlingen een probleem zullen gaan vormen, omdat ze dan al een schoolgeschiedenis hebben waarbij hun gedrag is opgevallen. Dus vindt men dat men meer preventief moet kijken naar jongeren in de opvoeding. En dan gaat het met name om die leeftijdscategorie rondom 10 jaar, dus 10, 11, 12. Ik kan zeggen de pre-puberale fase, dan gebeurt er alles in het lichaam van die jongeren met die hormonen. Ze voelen dat ze niet al te klein meer zijn. Hè. Ze zijn niet meer basisschoolleerlingen en zich aan het voorbereiden op volwassenheid. En dan gebeuren er een heleboel dingen in hun hoofd en in hun gedrag. En het is de taak van die school om dat dus op te merken en daarop te reageren. Omdat in het verlengde van de opvoeding van de ouders van de kinderen, heeft de school, heeft het onderwijs ook een opvoedende taak. Nou, je kunt zo door blijven praten, maar ik pikte dat op uit een zeer levendige discussie op de Nederlandse televisie. Maar ook in Amerika volg ik die discussies op in de media, op de televisie. En die gaan over dezelfde onderwerpen. Hè, van hoe kun je zulke excessen, zulke wrede excessen, hoe kun je ze voorkomen? En één opmerking van een pedagogische begeleider van probleemjongeren, die heeft me aan het denken gezet, die zei eigenlijk dat je kunt je niet voorstellen dat op school er leraren zijn
die leerlingen allerlei dingen naar hun hoofd toe slingeren, waardoor die leerlingen die dingen opkroppen en een vreselijke haat koesteren tegen de school, tegen het onderwijs, tegen die leraar en tegen bepaalde leerlingen die hun plagen en zo. Dus, en dat kan, het kan heel ernstig worden. En die man kwam toen met het voorstel en iedereen schrok ervan in de discussie. Namelijk, die zegt, eigenlijk moet er een meldpunt komen voor jongeren, dat ze hun leraar kunnen aanmelden, kunnen aanklagen, dat die over de schreef gaat. Want er worden dingen gezegd, geestelijke verwensingen, naar het hoofd van die jonge kinderen geslingerd van, jij wordt toch niks, en jij deugt niet. En dus, ja, die leraar heeft gewoon de geestelijke macht over die leerlingen, en men onderschat dit fenomeen, dat die kinderen die zich dan niet kunnen uiten en zulke wrede verwensingen naar hun hoofd geslingerd krijgen dagelijks, dat die, wanneer ze dat opkroppen, tot de gekste dingen in staat zijn. Kortom, het is een nieuw spanningsveld dat in de gedragswetenschappen aandacht vraagt van de autoriteiten. En ik zeg dit omdat ik weet dat het Surinaamse onderwijs ook te maken heeft met dit fenomeen. Het is alleen zo dat in ons land Suriname het wapenbezit is beperkt en je al gauw opvalt als je met wapens op school komt. Maar het is ook het probleem, het gedragsprobleem is aanwezig. En we hoeven niet te wachten tot het ook die vormen aanneemt in Suriname, zoals die in Amerika en in Europa al zo'n wreed gezicht heeft laten zien. We hoeven niet te wachten tot het zo ver komt. Nou, dus dat heb ik even spontaan opgevangen. En daarmee open ik dus de nieuwsuitzending van vandaag. En vandaag, dan praten we over zondag, de overgang van zondag 29 mei op maandag 30 mei in het jaar 2022 zijn we vandaag. En het is namelijk de 14e, sorry hè. Ik zeg 14, het is de 22e week. Ja, de maandag begint men aan de 22e week van het jaar. En ik moet u zeggen, die gebeurtenis in de Verenigde Staten houdt nog steeds de gemoederen, zowel in de Verenigde Staten als in Europa, bezig. Omdat die daad toch wereldschokkend is geweest. En afwachtende op dit moment waarop ik het programma zou kunnen starten, luisterde ik naar een lokaal radiostation van Surinamers in Nederland. En het was volgens mij is het een programma om de mensen een beetje bezig te houden. En daar werd een vraag gesteld dat een jonge man uit Nederland op vakantie in Suriname, Die had een vriendin ontmoet en die had gezellige tijden met die vriendin in bed doorgemaakt. En als gevolg daarvan ging zijn portemonnee open en kocht hij een heleboel huisraad voor die vriendin. En ook de moeder van die vriendin werd getrakteerd. En die jongen kwam tot zijn ontdekking na een weekje in Suriname te hebben vertoefd en de relatie te hebben aangeknoopt met die jonge dame. Kwam hij een keer onverwachts naar haar woning en hij zag de moeder op het balkon naar binnen rennen om die dochter te waarschuwen dat hij er was. En hij betrapte haar op heterdaad dat ze bezig was met een vriendje, terwijl hij het hele huis had voorzien van meubels en allerlei apparatuur, tot en met hydrofoor aan toe, ijskast, diepvries en noem maar op, had hij aangeschaft. En toen is hij zo boos geworden, is hij naar huis gegaan en is hij met de politie teruggekomen en met een vrachtwagen of met een busje. En heeft al die spullen die hij had gekocht voor die dame, heeft hij weer ingeladen. En dan was de vraag, ik neem even dat thema over,
om aan te geven waar Surinamers zich mee bezighouden. Ik wil niemand, ik beschuldig niemand van iets, maar ik heb dit opgevangen en dan vind ik het verantwoordelijk van de omroepen en diegenen die dit soort vraagstukken te behandelen, dat ze dus dan ook met deskundigen het antwoord, want de vraag was, wat zou u doen als u die jongen was die zo teleurgesteld is geraakt dat hij door na een eerlijke liefdesrelatie en een Sinterklaas gedrag heeft vertoond naar die dame toe, nu zo teleurgesteld is om te zien uit welk hout zij gesneden is. En dus, of hij recht heeft op een revanche of een wraak. En ik ga verder niet op dat ding in, maar ik heb gedacht, laat me dit thema even nemen. Dan zie je ook hoe er gedacht wordt in die Surinaamse samenleving. En er is heel wat verkeerd bij ons. Wanneer je een relatie met mensen aangaat, wat voor relatie het ook is, moet die relatie eerlijk en oprecht zijn en niet met geld gekocht worden. Dat is een trend van de laatste tijd. Dat men alles materialiseert. Hè? Dingen die te maken hebben met ethiek en moraal, die worden in geld omgezet. Hè? En dan beland je op een hele smalle scheidslijn tussen de normale wereld en de prostitutie en de met criminaliteit samenhangende gedragingen. En dan kom je op die grens terecht. Want dan krijg je dus een heleboel. Ik ben niet geïnteresseerd in het programma, maar ik weet dat in Surinaamse kringen, ik ken het Surinaamse rechtgevoel een beetje, dat men dan zint op wraak en er allerlei verwensingen dan worden geuit in een setting waarbij men ervan uitgaat dat de man de baas is en bepaalt wat hij doet. Dus de man heeft geïnvesteerd in zijn seksuele pretjes en hij is nou bedrogen uitgekomen, dus heeft hij recht op wraak. En dat is een heel verkeerd uitgangspunt. Omdat wanneer we het hebben over liefde en liefdesrelaties, dan zijn het geen onderwerpen die je met geld kunt besturen. Het gebeurt helaas in de wereld heel veel, dat men de anderen overrompelt met materie en met geld. Maar wanneer we het hebben over menselijk gedrag tegenover elkaar, moeten die dingen geen rol spelen. En zeker niet om op grond daarvan wraak te gaan nemen. En ik heb, weet u waarom ik dit behandel? Omdat ik in Nederland heb ik jarenlang maatschappelijk werk vrijwillig gedaan. Dus naast mijn wetenschappelijke activiteiten hielp ik Surinamers in Nederland aan van alles. Ik heb ook daarom veel ervaring opgedaan, ook in de rechtszaal, waar ik veel heb opgetreden als toegevoegd een deskundige. In zittingen achter gesloten deuren heb ik mensen moeten vrijpleiten, et cetera. En dan zie je dat je wel je best kan doen op grond van het zwart bewustzijn wat er is. Dan ga je die mensen helpen, want het is een Surinamer die in problemen is gekomen. Dus je doet je best, je uiterste best. Maar die personen denken er anders over. Die willen gewoon uit de gevangenis en die willen hun vrijheid. En als jij dat kan bezorgen, dan vinden ze het prima. Maar daardoor zijn ze niet geholpen van hun gedragsprobleem. En zijn ze diezelfde potentiële misdadiger gebleven. En dat merk laten ze daar ook zien. In Amerika hebben ze een uitdrukking van, je kunt wel iemand uit die goot helpen, maar je kunt die goot niet uit die persoon halen. En dat heb ik dus meerdere malen moeten ervaren. En waarom haal ik dit aan? Omdat mensen die het niet weten, weten het niet. Maar er zijn aan de hand van dit vraagstuk, dat een beetje op een hilarische manier werd behandeld in een lokale omroep. Ja, om de mensen bezig te houden over lobitori. Ja, want zogenaamd naar lobitori weer takkie. Ja. Maar men weet niet dat er op grond van dit vraagstuk precies dit wat die man behandelt,
er een heleboel misdaden hebben plaats gehad in Suriname en hier in Nederland. Van schijnhuwelijken, waarbij dat huwelijk anders afloopt. En die persoon die daarbij betrokken is, en het zijn zowel mannen als vrouwen, die rennen dan naar de marechaussee en naar de vreemdelingendienst, om het op zijn Surinaams gezegd, voor hun partner te beren, zo zeggen Surinamers dat. Die gaan dan die partner aanklagen bij de politie, want ze zijn zo teleurgesteld en bedroefd, dat ze dus een daad willen stellen. En men noemt dat in de gedragswetenschappen, spreekt men van de exemplarische daad. Hè. Je bent zo boos dat je wil die andere persoon ook treffen. Je denkt, die heeft mij getroffen, dan moet ik iets terug doen. En dan ben je al helemaal op een fout spoor. En zo heb ik meegemaakt in mijn leven heel wat onheil en wangedrag en misdaden van Surinamers. Hier en in Suriname. En ik zonder namen te noemen, omdat ik vind dat die mensen, hoewel ze misdaden hebben begaan, toch een beetje recht hebben om hun leven te corrigeren. Maar ik heb gevallen meegemaakt in Suriname. En Peter R. de Vries is er hiermee bezig geweest in Nederland. Waarbij men een misdaad pleegt in Suriname en dan vlucht naar Nederland. En gebruik maakt van die troebele sfeer tussen Suriname en Nederland. Het was de periode dat Bouterse aan de macht was in Suriname. En ja, dan ben je een beetje beschermd. Want je weet dat je dan door Suriname niet zal worden uitgeleverd. En dan gebeuren er een heleboel ogries. En dat ik kan u tientallen opnoemen voor de vuist weg. Van zulke gevallen die in een grijs gebied belanden. Omdat beide landen eigenlijk het blauw-blauw laten. Nederland maakt er niet zoveel werk van. Om criminaliteit die in Suriname is begaan. En waarvan die daders zijn gevlucht naar Nederland. Om die te gaan uitleveren aan Suriname. En Suriname maakt er ook geen werk van. Om Surinamers die in Nederland in de fout zijn gegaan en dan naar Suriname vluchten en om die op te sporen. In een paar gevallen is er door samenwerking tussen Nederlandse justitie en politie in Suriname is dat wel gebeurd, maar het zijn meer uitzonderingen dan dat het de regel is. Maar dus nogmaals, ik werd gewoon met mijn neus op deze onderwerpen gedrukt en ik dacht, laat me er toch even wat van zeggen. Omdat het onderwerp niet direct behoort tot het type nieuws dat ik behandel, heb ik gedacht om daar toch eventjes nou wat van te zeggen. Dat was het. En ik waarschuw al diegenen die op een makkelijke manier denken dat ze naar Suriname kunnen gaan en dan het voordeel wat ze hebben, omdat ze uit Nederland komen, daar kunnen misbruiken. Ook in de liefde. Dat moet je gewoon niet doen. En andersom hetzelfde, dat dus het geldt voor Surinamers die van Nederland naar Suriname gaan, maar ook van Surinamers die van Suriname komen en in Nederland actief zijn. En omdat er in Suriname een armoedecultuur is, kennen ze een heleboel streken die ze hier in Nederland niet kennen. En ik wil nog een laatste voorbeeld geven voordat ik afzwaai. Toen ik pas in Nederland was, had ik nog in Suriname een streek geleerd. Je weet, je bent jong en dan ben je in Suriname. En dan praat ik over de jongeren in mijn tijd. Dat is eind jaren 60. Ja, we gingen naar voetbal kijken. In het voetbalstadion. En dan stond, wij noemen die man die daar bij de poort staat. Noemen wij een suppost. Dus een suppost die stond bij de poort. En die zet kaartjes te scheuren van iedereen die een kaartje had gekocht. Dan controleert hij je kaart en dan mag je naar binnen. En alle jongeren in Suriname wisten het. Dat je die suppost, dat betekent, is geen barrière voor jou om zonder kaartje naar binnen te gaan. Dus we leerden heel veel trucs hoe je die suppost om de tuin kan leiden. Zijn aandacht kan afleiden en dan toch naar binnen kan glippen. En ik heb één van die trucs, om trucages, hè, moet je zeggen, even die handigheden om gratis binnen te kunnen komen, ondanks het feit dat je geen kaart hebt. Ja, wat deden wij als jongeren? Als die post, die meneer die bij de poort staat, in alle eerlijkheid kaartjes staat te scheuren en
en denk dat we nette burgers zijn, dan gaan wij in een groepje jongens van 10, gaan we in die rij staan. En dan telt iedereen 1, 2, 3. En bij 4, dan druk je die hele rij tegen die post aan, dat die man struikelt en valt. En in de tussentijd zijn er 3, 4, 5 jongens naar binnen gerend. Terwijl die post omver valt. Dus toen is men in de wereld, en ik heb dat gezien, ik heb dat meegemaakt in Europa. Het was ook zo hier in Europa dat bij een rij, bij elke rij die zich vormt, waren er geen dranghekken en dat soort dingen. Je kon gewoon in de rij gaan staan. Maar door dit soort zaken, en voorkruiperij, mensen die kennis hebben en voorkruipen, et cetera, is men het simpele in de rij gaan staan, ergens is men gaan verbinden aan regels en dranghekken, en dat men het in de rij staan, in Amerika hebben ze een mooie woord hiervoor, to queue. Dat is een queue, een rij die zich vormt. Dan ben je afhankelijk van openbaar fatsoen. Ja, hoe die rij zich beweegt. En in Suriname, ik kom pas uit Suriname. Ik kan u zeggen, de Scheringen en slecht. Dat in Suriname van geen enkele rij wat klopt. Je staat in de rij, maar je ziet voor je neus dat iemand die persoon die achter het loket werkt kent. Ja, die wenkt die persoon gewoon om ergens anders te gaan staan en die wordt eerder geholpen. Je hebt het bij de slager, bij de bakker, overal, men kruipt voor. Ik heb meegemaakt, ik stond met grote verbaasde ogen te kijken. En dan zie je, het zijn gewoon onschuldige mensen uit het platteland. Van alle rassen hoor. Zwarte mensen, gele, bruine, alles. Hindustanen, Javanen, Chinezen, allemaal doen het. Namelijk, ze kruipen gewoon voor. Men weet niet wat betekent in een rij staan, op je beurt wachten, je stem niet verheffen, zomaar, zonder enige aanleiding, alleen omdat je niet aan de beurt bent gekomen. Dus het is een wild west, dat heb ik meegemaakt, dat is nog steeds zo in Suriname. En daarom dacht ik, je moet iets hieraan doen. En ik had gedacht, dus om dat soort ervaringen van mij die eigenlijk een déjà vu bij me wakker maakte, heb ik gedacht om eventjes hier aan die gedragsdingen een beetje aandacht te besteden, want het is meer dan ik kan vertellen. Goed, dan gaan we naar het echte nieuws waar u op zit te wachten. Namelijk, ik heb genoten van een voetbalwedstrijd afgelopen zaterdag, en ik denk met mijn velen. Over ik praat over die wedstrijd van de 14e Champions League. Die is gespeeld, de finale is gespeeld op zaterdag. En die is gewonnen door Real Madrid. Dat is dus wereldnieuws geworden. En Liverpool, ik heb zitten kraken voor Liverpool, maar goed, die verloren. Maar waarom haal ik die voetbalwedstrijd aan? Omdat er een heleboel dingen zijn gebeurd rondom die voetbalwedstrijd. Ook te maken hebben met gedrag van hooligans. Jongeren die niet naar het stadion gaan. Niet alleen om naar die voetbalwedstrijd te kijken. Maar ook om een beetje rellen te schoppen. En dus dat je dat gedrag zie je is nog steeds gaande. En dan moet ik u zeggen. In Suriname. Ik mag ook een keer iets positiefs zeggen. Is die menigte die naar voetbalwedstrijden gaat kijken, is nogal beheerst. Er vinden in de marge wel ongeregeldheden plaats, maar in Suriname is het nog heel netjes. Ja, die jeugd die blijft binnen te perken. Maar je ziet dus dat die jongeren van ons die meelopen met die Nederlandse jongeren in die rijen, dat ze zich aardig ook schuldig maken aan allerlei vormen van wangedrag. En u hoeft maar te kijken naar allerlei wangedrag waar Surinaamse professionele voetballers zich aan zondigen, dan zeg ik, het is ook tijd dat wij hier in het buitenland de deskundigen onder de Surinamers wakker schudden, dat zij onze jongeren moeten gaan begeleiden. We moeten niet wachten tot het zover komt als in de Verenigde Staten, dat er excessen worden gepleegd. Maar het is hier niet allemaal koek en ei. Het is zaak
dat onze deskundigen naar dit gedrag kijken van uit de hand gelopen pubers, uit de hand gelopen gedrag van pubers die op een of andere manier hun stem verheffen en van zich willen doen horen. En het is niet altijd even netjes. Heb ik uit Amerika het woord, ik vond het een leuk woord, ze noemen het een multiple crisis. Multiple crisis betekent een crisis bestaande uit meerdere geledingen. Hè? Dat op meerdere terreinen crisis is in de Verenigde Staten op dit moment. En dat is naar aanleiding natuurlijk van die school shooting. Ja, spreekt men van multiple crisis. Want je hebt crisis in de politiek, crisis in de economie in Amerika, crisis op het gebied van de volksgezondheid. U kent die perikelen rondom de pandemie en nu weer apenpokken. Dus het houdt maar niet op. Maar goed, dat is de sfeer in de wereld. Daarom ben ik er even stilstaan. En nog, voor ik naar Suriname ga, wil ik nog één opmerking plaatsen. Namelijk een opmerking over de orkaan. Orkaanzone. Of je kan zeggen. Het orkaanseizoen, zegt men soms. Ja, het orkaanseizoen is begonnen in de regio van het Caribisch gebied, waar Suriname aan de onderkant ligt in het noordelijk halfrond. En dat ik haal dat aan. Ik heb het meerdere malen aangehaald in het programma, sprekende over het weer. En het nieuws luidt van het weekend dat het orkaan is gesignaleerd in Mexico. Daar is het orkaanseizoen waarin we nu stappen. Ja, dat is begonnen in Mexico met een orkaan. En men ziet dat als een voorteken dat het Caribisch gebied zich moet schrapzetten. Dat er dus nu we in het orkaanseizoen gaan en er sprake is van klimatologische verschuivingen en veranderingen, dat het Caribisch gebied extra alert dient te zijn, dat dus die eilanden niet getroffen worden door dit soort meteorologische uitwassen, kan ik bijna zeggen, dat een orkaan over jouw eiland raast en slachtoffers maakt. Dus en Suriname is extra gewaarschuwd, want Suriname ligt vanwege de verschuiving, de klimatologische verschuiving van de intertropische convergentiezone. Ja, en dat is een gebied wat ik heb het een aantal keren al uitgelegd, en ik ga het nu nog een keer doen, maar ik ga het wel aanduiden, namelijk. Er is rondom de evenaar, dat is die cirkel die je kan trekken rondom de wereld, precies in de helft van die aardbol. Ja, Suriname ligt boven die cirkel van de middenlijn, dus die middenlijn. Die middenlijn van de wereld, die loopt in het zuiden van, ten zuiden van Suriname in Brazilië. Ja, wij zitten dus in het noordelijk halfrond, ja. Maar we behoren tot Zuid-Amerika. En daar vergissen heel veel mensen zich. We zijn Zuid-Amerikanen, maar het land ligt in het noordelijk halfrond. Een deel van Zuid-Amerika ligt in het noordelijk halfrond, waaronder bijvoorbeeld ook Venezuela. Dus, en wat is nou gebeurd door die klimatologische verschuivingen, is een bepaalde concentratie van stormen, gewoon ruw weer als het ware, vele regens, En concentraties van wolken die dus zware regens veroorzaken, dus die kunnen zich concentreren. En zo gaat het ook met de winden, omdat dat te maken heeft met maxima en minima in de lucht. Ja, waardoor de wind zich verplaatst op een bepaalde manier. En in een bepaalde, op een bepaald tijdstip, en dat is nu als tijdstip in het jaar, dan concentreren die ruwe weerstypen zich rondom die evenaar. Dat is gewoon een jaarlijks terugkerend verschijnsel. En dat is nu ook in Suriname het geval.
En vroeger gebeurde het ook, want je kan je afvragen van, was dat er dan vroeger niet en waarom nu wel? Nu is het zo dat omdat door die klimatologische veranderingen is dat gebied waarin dus die stormen en die ruwe weertypen zich voordoen, is verschoven naar het noorden. En Suriname is dus, in Suriname heeft het betekend dat waar vroeger heel veel regen in een bepaalde regentijd, en we gaan nou de regentijd in Suriname, dat er toen er vroeger veel regens vielen in die regentijd, ja, is dat verschoven, ja, naar dus je hebt nog steeds regentijd, maar die convergentiezone is verschoven, en dat betekent dat de weertypen van extra water, extra wind, extra dit, extra dat, ja, heeft zich nou verschoven naar het noorden, waardoor dingen die vroeger in het bos plaatsvinden, en ik noem een term die vele Surinamers zullen kennen, dat is de Sibibusi. De Sibibusi is de Surinaamse vertaling van wanneer het weertype heel ernstig toeneemt en dat de winden extra rukwinden vertonen en dat er extra geregend, dat er extra regent in het bos. Ja, en die combinatie van regen en wind en vaak ook kou en noem maar op, alles wat ermee te maken heeft, dat is nou verschoven van Zuid-Suriname naar Noord-Suriname. En dat betekent dat Paramaribo zich schrap moet zetten. En ik denk dat de meteorologische dienst in Suriname, ik heb een paar berichten van vernomen, die waarschuwt ook de mensen, want in Suriname worden daken vastgezet met spijkers, dakspijkers. En men raadt de mensen aan hun daken iets steviger vast te zetten, omdat Paramaribo nu onderhevig zal worden aan, zal zijn aan die Sibibusis, die vroeger in het zuiden, in die oerwouden van het Amazonewoud en het Surinaamse oerwoud plaatsvonden. Dus je merkte in de stad er niet zoveel van. Er werd wel over gesproken, maar de mensen van het binnenland weten het zeker. En dat is dus nu aan de hand. Nou goed, dan wil ik naar Suriname gaan en dan, ja, ik moet u zeggen, ik word er gewoon triest van dat ik u moet melden dat er weer overbodige verkeersdoden in Suriname vallen. En ik moet u zeggen, het houdt maar niet op. Die politie zegt dat ze er wat aan doen, maar je merkt er niets van. De bevolking wordt doodgereden op straat. In Suriname, als je een fietser bent, dan ben je bijna een lijkkist. Ze rijden van het trottoir af, ze rijden van de straat af. Weet u wat nu een veel voorkomende doodsoorzaak is? Dat auto's belanden in trenzen. En trenzen, dat zijn die goten, die afvoerkanaaltjes langs de weg. Ja, die half gevuld zijn met water, half niet. Soms zijn ze droog als ze met rotzooi zitten. En soms zijn ze half met water. En wanneer je dus van de weg afraakt met je auto, of je fiets, of je bromfiets, dan heb je een tweede gevaar, dat je in zo'n trens, wij noemen het trens, dat je in een trens terechtkomt en alsnog doodgaat. En ik heb u te melden dat een zeer ernstige aanrijding, of nou, het is een verkeersongeval, moet je zeggen, want men heeft een mooi woord ervoor, men noemt het een eenzijdig verkeersongeval. Dat betekent, ik deed in een verkeer, maar er was geen tegenstander. Er was geen tegenligger of iemand die de weg kruiste. Er was geen tweede verkeersdeelnemer aan te pas gekomen. Dan is het een eenzijdig ongeluk. Dat Yusuf go over de kop. Je hebt iets, een manoeuvre uitgehaald. Maar men zegt niet dat die manoeuvre kan bestaan uit grote gaten in de weg. Door nalatigheid van de overheid. Dat de auto's uitwijken voor diepe gaten in de weg. En dan ook verongelukken. Zonder dat er een tegenligger aan te pas is gekomen. Je did it in a film, zeggen ze in Suriname. Je did it in a film. En wie is dat nou overkomen? Nou, het nieuws luidt dat in Suriname Gregory Renfrum, dat is de naaste verkeersdode in Suriname, in Nikeri, in het district Nikeri, daar op weg naar Nieuw Nikeri, is Gregory Renfrum komen te overlijden bij een eenzijdig
verkeersongeval is hij dus op een of andere manier uit de bocht gevlogen, tegen een berm aangekomen en half in een trens aan de zijkant van die weg terechtgekomen en verdronken. Dat is dus verkeersdode Gregory Renfrum. En twee extra tragische doden zijn gevallen in Komowene. Dus de Gregory Renfrum, dat geval heeft zich voorgedaan in Nikeri. En ik neem alleen het stipje van die ijsberg. Van die berg, want ik ga me niet bezighouden met verkeersslachtoffers hier. Maar deze dingen raken dan het hart van de Surinaamse bevolking, omdat het in alle gevallen om jonge mensen gaat. En moet u nou horen wat er in Komowene gebeurt. Twee tieners, die rijden gewoon op hun fiets, netjes op de weg, zoals het betaamt. En een dronken automobilist, die komt van achter en schept alle twee tieners en ze zijn morsdood. Dat gebeurt in Suriname vandaag de dag. Om niet, wat is er nou verkeerd? Nou, die man was gewoon stomdronken, die achter het stuur zat. En in dit geval hebben ze hem direct kunnen vatten bij de kraag. Maar in vele gevallen weet die veroorzaker van het verkeersongeval te ontkomen. En vluchten ze en moet de politie ze gaan zoeken. En dan heb je allerlei smoesjes. Dan zijn ze bang, dan zijn ze geschrokken, zijn ze in paniek. Maar het gedrag, ik kom dus weer op dat gedrag. Dat gedrag is niet goed. Dat gedrag is, het loopt uit de hand in ons volk. Bij ons volk. En we moeten het met z'n allen toch inzien. Dat er van overheidswegen, er moet ingegrepen worden. We moeten het niet blauw laten. Want je deed in een film, zeggen de Surinamers. Je komt om het leven zonder enige aanleiding. Ben je er gewoon niet. Ben je geschrapt van het tableau. Ja, dan besta je niet meer. En ik doe een oproep. Echt aan alle Surinamers, ook vakantiegangers. Let op als jij uit Nederland komt en je gaat in het Surinaams verkeer. Dat het links verkeer is. En er is een bepaalde vorm van rancune. Men erkent de rechten van fietsers niet in Suriname. En men erkent mensen op het trottoir worden niet ontzien als ze moeten oversteken. Houdt men geen rekening met ze. Men heeft in Suriname geld in het verkeer het recht van het sterkste. Als je in een gemotoriseerd voertuig zit en lekker op je gaspedaal kan trappen, ben jij de baas. En dat laten ze je merken ook hoor, in Suriname. Maar goed, ik kan me opwinden, maar u begrijpt, ik doe het om de ernst van de situatie onder ogen te brengen van onze luisteraars. Dat het is weer helemaal mis met ons gedrag in het verkeer in Suriname. Oké, en dan ga ik nu naar de andere nieuwsfeiten. Namelijk, na de tragische nieuws over verkeersdoden, ja, wil ik even nog wijzen op dat meneer Santokki, de president van Suriname, die is op die aangekondigde bestuursvergadering van de VAP, is hij herverkozen. Hij is dus voorzitter van die partij gebleven en is dus behalve voorzitter van de VAP ook president van de Republiek Suriname. Ja, en hij is ook rondom deze datum is hij uitgekomen met een boek over de zogenaamde wapenfeiten van de regering Santokki. En ik kan u zeggen, want over boeken valt, mijn carrière bestaat uit het produceren en schrijven van boeken. En ik moet u zeggen, het is een propagandastunt natuurlijk om een boekje te gaan samenstellen met wat je allemaal hebt gedaan. Maar ik moet u zeggen, het slaat nergens op. Dus ik hoor Surinaamse mediamensen, met name van de Surinaamse overheidsvoorlichting, die zijn constant bezig compilaties te maken van wat ze allemaal hebben gepresteerd en hoe belangrijk ze zijn. Want je ziet, ze hebben conseils van vong, want ze zitten voor het niets doen enorme salarissen te toucheren.
En dan moeten ze rapporteren van wat ze doen. Ze denken dat de mensen niet zien wat ze doen. Dus dan krijg je dus rapportages over wapenfeiten. Of men heeft tegenwoordig een mooi woord, verworvenheden. Ja, ze hebben allemaal verworvenheden. Maar ik moet je zeggen, als je zo'n boek maakt zoals Santokin nu heeft gemaakt, heeft een boek gemaakt met de verworvenheden van deze regering, van wat ze allemaal hebben gedaan, dan zeg ik u, het is toch van de gekke dat je vandaag de dag, anno 2022, moet komen uitleggen dat wanneer een huidige regering voortbouwt op het werk van vorige regeringen en op het werk van de bevolking, dan is het absurd en het is ridicuul, het is belachelijk dat die regering zich op zijn borst gaat slaan wat hij met die belastingcenten van die Surinamers heeft gedaan. Dus ze moeten verantwoording komen afleggen en niks op borst te kloppen van dit hebben wij gedaan. Als jij geld krijgt van die bevolking en belasting in, omdat je ze belooft dat je een wegen gaat aanleggen en je hebt zo'n weg aangelegd, dan willen ze zich op de borst slaan dat ze die weg hebben aangelegd met het geld van die bevolking. Dan zeg ik, zijn we apen geworden in Suriname, dat we met dit soort domme prikpraat onszelf bezighouden en in plaats dat we met z'n allen gaan werken aan de opbouw van Suriname, zitten we boeken te schrijven over, ja, dat stoplicht is gekomen door ons. Een ambulance is gearriveerd vorig jaar en dat hebben wij aangevraagd. Daarvoor wordt men in de regering betoond of gekozen door die bevolking om de 5 jaren om voor het totale land zich in te zetten en dingen te doen. En het slaat dus nergens op. Ik heb dit ook nooit meegemaakt. Ik woon al meer dan 50 jaar in Europa, buiten Suriname. En ik moet u zeggen, het is alleen de regeringen die discutabel zijn en die eigenlijk, zoals men in Suriname zou zeggen, consensus van hebben. Die maken reclame voor wat ze allemaal niet betekenen, et cetera. Want ze moeten constant hun machtspositie legitimeren. En dat doen ze dan met boeken. Maar goed, laten we het fenomeen boek niet misbruiken door boeken te gaan maken over wapenfeiten en verworvenheden. Dat is zo ouderwets. Ik heb het vorige keer uitgelegd, het komt uit die progressieve stromingen in Europa, de marxistische, leninistische stromingen en de politiek, die zo dachten dat ze, wanneer ze werden bekritiseerd, dan haalden ze aan wat ze allemaal niet hebben gedaan voor het volk wat die regering naliet. Daar is het uit voortgekomen. En nu gaat de regering zelf lijsten maken van, kijk wat we hebben gedaan. Ik moet denken aan een Nederlands lied. Wat heb je gedaan, Daan? Wat heb je gedaan? En in Suriname is dat wapenfeit en verworvenheden. Maar goed, ik ga naar het verdere nieuws en dan wil ik behandelen wat er in de SVB, de Surinaamse Voetbalbond, aan de hand is echt bond. Om te beginnen is er afgelopen zaterdag dus een belangrijke vergadering geweest, een bestuursvergadering, de algemene ledenvergadering is bij elkaar geroepen door het bestuur van John Krishnadat. Ja, en John Krishnadat en met zijn medebestuursleden Faisal Abdul Kavour en Jai Shankar Mathura. Ja, ik geef die namen even om te benadrukken waar het allemaal om gaat. U ziet aan die namen dat het Hindoestaanse namen zijn. En er is dus Jugu Jugu, zoals men dat in Suriname zegt, in het bestuur van de Surinaamse Voetbalbond. En dan ga ik u zeggen, voordat ik ga analyseren wat er aan de hand is, want ik heb het een paar keren al aangehaald in dit programma, dan wil ik u wijzen erop dat het rommelt al lang in het bestuur en kort samengevat,
op de laatste algemene ledenvergadering is het zittende bestuur onder leiding van John Krishnadat afgezet door de aanwezige leden, ja, in de algemene ledenvergadering, of volgens de statuten, hebben die leden hebben bij een meerderheid van stemmen, hebben zij het bestuur John Krishnadat naar huis gestuurd. Ze zeggen, we willen niet meer bestuurd worden door jullie. En een van die redenen is de etniciteit. Men benoemt het niet zo in Suriname, ze benoemen het in de marge. Maar een van die redenen is de etniciteit die heeft plaatsgehad in de Surinaamse voetballerij. Dan zie je dat dus die bestuursleden van de SVB, dat zijn voornamelijk Hindustanen, die dus eigenlijk niet bekend zijn om hun voetbalkwaliteiten en ook geen verstand hebben ervan. En ik ga dat illustreren. Namelijk, die bestuursvergadering wordt gepland, of die algemene ledenvergadering wordt gepland, op een moment waarop in Europa en de hele wereld zitten kijken naar de Champions League. De Champions League die ik zo net aanhaalde, die is gespeeld op zaterdag. En precies op het tijdstip waarop die Champions League wordt gespeeld. En dus het voetbalminnend publiek in Suriname de aandacht heeft voor dit wereldgebeuren van de Europese. Dus het is het hoogste niveau van voetbal in de wereld. Waar iedereen naar kijkt. En dan gaat meneer Krishnadat op dat tijdstip een algemene ledenvergadering uitschrijven. Dus nou wil ik u niet eens hebben. Ik wil het niet eens hebben over de inhoud. Ik wil u illustreren dat louter vanwege dit feit, dat de man niet heeft nagedacht dat er zo'n onbelangrijk voetbalgebeuren in de wereld plaatsvindt. En dat je tijdens die wedstrijd een algemene ledenvergadering uitschrijft. Dat is toch het mooiste bewijs dat die man zijn hoofd niet heeft bij het voetbal. Ze hebben kaas gegeten van de voetballerij in de wereld. En ja hoor, hij gaat rekening houden toen er geprotesteerd werd door het interim bestuur, dus dat hem naar huis heeft gestuurd. Hij heeft gezegd, nee, we gaan niet komen. We gaan kijken naar die wedstrijd van de Champions League in Europa. Iedereen kijkt ernaar. Overal in Suriname worden beelden uitgezonden van die wedstrijd. En dan ga je op dat moment bestuursorgaan van de SVB, het belangrijkste orgaan in Surinaams voetbal, gaat niet kijken naar die wedstrijd en gaat op dat moment vergaderen. Ben je belazerd? Dus in Suriname heeft men geprotesteerd, terecht. En toen heeft meneer John Krishnadat, want hij is zo'n geweldige bestuurder, die heeft gezegd, goed, ik hou rekening met jullie, heeft hij die vergadering een uur verschoven tot na die voetbalwedstrijd van de Champions League in Europa. Maar dit is een voorbeeld wat ik geef van hoe het rommelt daar, dat er niet-deskundigen al 3 bestuurstermijnen, ja, meneer Krishnadat, die zit al 3 bestuursperiodes achter elkaar en hij wil geen plaats maken voor een ander bestuur. Hij zit lekker op die stoel, het betaalt lekker, het schuift lekker, zou men zeggen in Nederland. Dus hij denkt er niet aan om op te stappen. En dat is het conflict dat nu speelt in Suriname. En wat zegt Milando Atompai? Die zegt, dat is dus de man die nou de leiding heeft in het interim bestuur. Ja? En die zegt, die Krishnadat, die heeft eigenlijk niks meer te zeggen, want hij is al afgezet bij die vorige vergadering. Hij moet overdragen, zegt het nieuwe bestuur, het interim bestuur, zegt, meneer Krishnadat heeft grote praatjes, die komt met allerlei juridische standpunten, maar hij moet allang, hij is afgewezen door het volk, hij is afgewezen door de algemene ledenvergadering, hij moet gewoon netjes overdragen, want er is niks onoorbaars gebeurd, maar nee, meneer Krishnadat die gaat in de aanval, die is nog lang niet klaar, die gaat dus dit zaakje aankaarten. En dat is het conflict wat er bestaat in de Surinaamse voetbalbond. En het komt erop neer, de critici van het interim bestuur, dat dus het bestuur onder leiding van John Krishnadat naar huis heeft gestuurd, die zeggen, ja, er zijn te veel schandalen. Die man, dat bestuur heeft de Surinaamse voetbalbond in te veel schandalen
doen verzanden. En er is oneigenlijk gebruik gemaakt van FIFA-gelden. Gelden die door de FIFA ter beschikking zijn gesteld van het Surinaams voetbal. Zijn oneigenlijk gebruikt. En er zijn dus, er is een fiasco is gebleken bij de vrouwenselectie voetbal. Dat vijf voetbalsters van het Surinaamse nationale vrouwenvoetbalteam, die zijn achtergelaten in Puerto Rico. Want dat heeft eigenlijk, dat is de directe aanleiding geweest voor nog meer onvrede die er was. Die hebben die vijf voetballers achtergelaten op een vliegveld in Puerto Rico. En bestuursleden die helemaal niks te maken hadden met het voetbal, die hebben wel ervoor gezorgd dat zij naar huis konden. Die zaten lekker in het vliegtuig. En die vrouwen die hadden gevoetbald. En ik vond het echt een chipot die zaak, want ze hadden geloof ik met 10-0 of ik weet niet hoeveel 0 verloren. Dus het vrouwenvoetbalteam in Suriname is bar slecht qua prestatie. Maar dat ligt niet aan die vrouwen. Het ligt aan een gebrek aan organisatie en leiding vanuit het bestuur, onder andere. En dus dat is dus door de debakelen, en men noemt het een fiasco, in wat is ontstaan in Puerto Rico, is dat heel duidelijk geïllustreerd. En ook eerder, bij het ontslag van Dean Gouree, heeft dat bestuur dictatoriaal gehandeld. En zonder dat iemand er notie van had, heeft men Gouree op gejodemieterd. Men heeft hem ontslagen, maar op een zeer onaangename manier. En men wilde van de een op de andere dag niks meer van hem weten. En dat is in het verkeerde keelgat geschoten van de Surinamers. En ik moet u zeggen, alle lidbonden staan achter het interim bestuur. Dus John Krishnadat, die oude voorzitter, die heeft eigenlijk geen enkel draagvlak. Je hebt geen draagvlak, je zit al 3 jaar. Het bestuur heeft je naar huis gestuurd, de algemene ledenvergadering naar huis gestuurd. En toch blijf je bengelen. Dus men is ontzettend boos op meneer Krishnadat. Maar meneer Krishnadat, die voelt zich gesterkt door de rechterlijke macht in Suriname, door zijn Hindoestaanse vriendjes, daar denkt hij dat hij nog behoorlijke kansen heeft om dit conflict te winnen. En hij heeft de president, die is ook een Hindoestaan van Hindoestaanse afkomst. Dus meneer Krishnadat denkt er niet aan om te vertrekken. Maar in ieder geval, er waren ook financiële schandalen in Coroni, met die Coroni Sportbond die hij heeft geprobeerd om te kopen. En het is zelfs zo dat op een van die vergaderingen is gebleken dat er getuigen zijn dat meneer Bijay Kumar Manku, ja, $2000 Amerikaanse dollar heeft aangeboden om mensen om te kopen. Ja, dus omkoopschandalen waar er getuigen van zijn. En dus het interim bestuur, bestaande uit Anil Gisai Dobe, Raoul Hellings, Marleen Cameron en Eria Wamini, die hebben het oude bestuur onder leiding van John Krishnadat naar huis gestuurd. En dat is de status quo in Suriname. En het verbaast me dat die Surinaamse media ruimte blijven geven aan meneer John Krishnadat. En wel in de hoedanigheid van de voorzitter van de Surinaamse SVB, wat hij allang niet meer is. En dat benadrukt meneer Atompai. En die garandeert de achterban dat hij ook ervoor zal zorgen dat het voetbal in Suriname niet wordt stopgezet. Want daar koerst men op aan natuurlijk, dat men zogenaamd vanwege de perikelen in de SVB die competitie gaat stopzetten, om de hele bevolking daar te voelen dat er problemen zijn in de voetballerij. En Atompai zegt dat hij daarvoor zal waken, samen met zijn interim bestuur. En ik herhaal, Anil Gisai Dobe, Raoul Hellings, Marleen Cameron en Eria Wamini. Ja, die staan achter het nieuwe bestuur, zullen we zeggen. En die zeggen dat ze garanderen dat het oude bestuur naar huis moet. En dat
de voetballerij in Suriname snel moet worden aangepakt, omdat Suriname kansen maakt om internationaal hoge ogen te gooien op voetbalgebied. En laten we dat niet voorbij laten gaan. En op die vergadering van zaterdag, die dus was gepland tijdens die Champions League voetbalwedstrijd, zijn dus alle voorstellen zijn gewonnen door het interim bestuur. Die heeft alles wat ter tafel kwam met ruime voorsprong 24 stemmen tegen. Dus wanneer het oude bestuur dingen naar voren bracht en 19 stemmen voor de voorstellen van het oude bestuur. Dus je kan zeggen, die hele vergadering is ontregeld en het oude bestuur had daar niks meer te zeggen, omdat officieel in die algemene ledenvergadering er een hardnekkige meerderheid alles afwees van het oude bestuur. En toen is besloten binnen 3 maanden, en daarmee eindig ik, binnen 3 maanden bestuursverkiezing te houden binnen de SVB, de Surinaamse Voetbalbond. Die gaat een nieuw bestuur kiezen. En ik wens ze het allerbeste toe en dat dit akelige conflict eens een keer ophoudt, want het suddert al een hele tijd. Ja? En ik ga nog met een paar kleine nieuwtjes eindigen, want ik zie dat ik op het eind ben gekomen van het programma. Dat nog steeds er wordt gediscussieerd over die wateroverlast die blijft aanhouden in het zuiden van Suriname. En dat nu excuses worden verlangd door bepaalde regio's die onder water zijn gelopen. Wil men dat de overheid zijn excuses komt aanbieden. Men wil algemeen geld hebben. Ja, men wil dat er wordt uitgekeerd degene die schade hebben geleden. En men neemt geen genoegen met zalvende verklaringen van de regering dat die gebieden worden verklaard tot rampgebied. Onze Surinaamse Raad Bosland Creole, die hebben brieven naar de regering gestuurd om te vragen wat ze verstaan onder rampgebied. Ja, want ze begrijpen het niet. Ze worden verklaard tot rampgebied, maar nadat ze 2 maanden onder water liggen, komt er pas bezoek vanuit de regering, komt zich oriënteren en dan krijgen ze als antwoord niet het oplossen van het vraagstuk, nee, ze worden tot rampgebied verklaard. Dus vragen ze zich af, regering, kom ons uitleggen wat rampgebied betekent. En ik heb het mooiste, het beste artikel over deze hele wateroverlast situatie in Suriname heb ik gelezen van dokter Rudy van Kanten, die voorstelt dat er een geïntegreerd beheer moet komen van het hele rampgebied in Suriname. En dan moet ik eenvoudiger zeggen wat deze dokter Rudy van Kanten bedoelt. Hij zegt, het probleem van de wateroverlast gaat over een aantal bestuurlijke sectoren die met elkaar moeten samenwerken. En je kunt niet per regio dat ding apart behandelen. Je moet geïntegreerd, dat betekent verschillende sectoren die met die wateroverlast te maken hebben. Vanaf de verkoop van elektriciteit door de staatsolie tot en met waterbeheer ter plekke. Tot en met de bouw van die stuwdam, hoe die in elkaar zit. En het gaat over verschillende ministeries. Die worden gecoördineerd vanuit Brokkoponde. En dat moet gewoon samen gebeuren. Nou, ik heb dat artikel gelezen en ik zeg, kijk, dat is het niveau waarop je moet gaan praten over deze waterramp in Suriname, watersnood. Ja? En je ziet dat, ik wil niet denigrerend zijn, maar nu blijkt dat dus die hele ABOP, nogmaals, ik heb alle sympathie voor hun vooruitgang in de geschiedenis, heeft met die mensen enorm tekort gedaan. En desalniettemin zijn ze vooruit gegaan en zijn ze nou vertegenwoordigd in het parlement. Maar ze beschikken niet over de deskundigheid om zo'n immens probleem als die waterramp in heel Suriname in het zuiden, om dat op te lossen. Dus ze moeten zich openstellen voor expertise van buiten. En dat moet meer gebeuren in Suriname. En dan bedoel ik niet mensen uit het buitenland. Je hoeft geen mensen uit het buitenland te halen. Met expertise van buiten. En dat zegt meneer dokter Van Kanten, zegt dat ook. Je moet
waterprobleem niet overlaten aan de politiek, want die weten er niks van. Je moet deskundigen dat laten oplossen. En Suriname, om te beginnen, Surinaamse deskundigen. En die Surinaamse deskundigen zullen buitenlandse hulp inroepen, daar waar ze het niet zelf kunnen doen. Ik denk dat ik het hierbij ga laten. Ik wilde nog behandelen een bankaire situatie, maar dat laat ik voor de volgende keer. En ik feliciteer wel als laatste item Zenobia van Dijk, die de 38e notaris is geworden van Suriname. Ik feliciteer haar. Natuurlijk feliciteer ik ook meneer Santokhi, de president, met zijn nieuwe termijn voorzitter van de VHP te zijn. Dit was Ludwig van Ullier voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht en ik ben u graag van dienst de volgende keer. Die volgende keer is woensdag aanstaande. Is Pesrutu in a weekend.